zijn vooral, zoals een maand geleden, proficiat aan Eind en aan Gent voor die overwinning. En dan, ja, ik ben eigenlijk... Het lijkt misschien raar, maar ik voel me niet slecht na deze match. Want wat ik gezien heb qua mentaliteit, was heel goed om te kunnen bouwen voor de toekomst. Dus we zijn gestart hier met een zekere systeem om Gent pijn te doen. Het is gelukt, na 2 minuten scoren we het eerste doelpunt. En we hebben goed verdedigd, we hebben niet veel weggegeven in de eerste helft, tot aan die eerste doelpunt tegen. Ik ga niet spreken over het feit dat het buitenspel was of niet. Het is een kwestie van centimeters en de scheids heeft dat zeker niet bedoeld gedaan. Dus dat kan nu eens gebeuren. Maar dat deed wel pijn en de 2-1 met de uitsluiting onmiddellijk erachter was ook moeilijk. Dus in plaats van met 0-1 in de kleedkamer te gaan, ga je met 2-1 tegen in de kleedkamer. Dus niet gemakkelijk aan de rust. Maar in het begin van de tweede helft hebben we toch met 10 tegen 11 iets geprobeerd. We zijn niet dreigend geweest, maar wel aanwezig in het spel. En dan die tweede uitsluiting was heel moeilijk voor ons te verteren. En het was natuurlijk heel moeilijk. Met 10 tegen 11 hier is het al moeilijk, dus stel je voor met 9 tegen 11. Dus ja, we hebben geprobeerd van de ruimte kort te houden. En het was heel moeilijk om nog een tegenaanval te doen met zo weinig mensen. Dus uiteindelijk zijn de cijfers wat ze zijn. Maar we moeten vooral aan onszelf denken. En de spelers weten dat we met deze mentaliteit veel zullen kunnen doen in de toekomst. Dus nogmaals, we moeten op lange termijn kijken. En met die intensiteit, met die opofferingen voor de ploeg van elke speler, dan gaan we uit de put komen. Dus het publiek was ook heel positief, ons publiek, na de match, omdat ze weten dat we gevocht hebben. En hopelijk kunnen we met dezelfde mentaliteit spelen in de volgende match en nog bouwen en nog beter zijn in de toekomst.